Grote brand legt autobedrijven in Oosterhout in de as. De brand vindt vooral plaats in de werkplaats. De showroom blijft gespaard. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Daarom is er ook een NL-alert uitgegaan vanwege de rookontwikkeling. Die trok ook over de A15. En verder in het nieuws vandaag. Over Betuwe stimuleert veilig fietsen, ook tijdens de Gelderse fietsvierdaagse. En de renovatie aan de Zuidmolen in Groesbeek is in volle gang. Bij een autobedrijf in Oosterhout is in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit het dak en ook kwam er veel rook vrij. Het gaat om het bedrijf Land Rover Terlouw dat dure personenauto's verkoopt. Rond 4:30 werd de brand gemeld door een voorbijganger die rook uit het pand zag komen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden ontstond de brand aan de achterkant van het gebouw waar de werkplaats zit. Mede door de brandpreventievoorzieningen in het pand heeft het vuur niet de showroom bereikt. Wel is daar rookschade. Nou, wat er precies in de brand stond in het pand zelf, het is een garagebedrijf, dus denk aan de spullen die daar staan. Momenteel een item is natuurlijk zijn accu's in het garagebedrijf aan de achterkant waar de reparaties uitgevoerd werden. Daar stonden onder andere 3 accu's. Er stonden verder geen elektrische auto's binnen, dus die hebben in ieder geval niet meegedaan aan de brand. Ook is er een NL Alert uitgegeven voor mensen in de omgeving. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Daarom is er ook een NL Alert uitgegaan vanwege de rookontwikkeling. Die trok ook over de A15. Gelukkig heeft het verkeer wel altijd door kunnen rijden. En momenteel is de rookontwikkeling ook af aan het nemen. Dus de snelheidsbeperking die er op de A15 was, die is er ook af. Het verkeer kan gewoon nog vlot doorrijden nu. Ook burgemeester Hoyting Rauwbos kwam ter plaatse en noemt de gebeurtenis intens. Ik heb ook de beide eigenaren kort gesproken. Om zijn hart onder de riem te steken en om aan te geven dat als wij vanuit de gemeente iets kunnen betekenen rondom vergunningen of iets anders, dat we daar contact over hebben. En als je dit ziet voor je eigen bedrijf, dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Ondanks dat de burgemeester wel bekend is met de brandweer, blijft zo'n gebeurtenis ook voor haar ingrijpend. Ik ga ieder jaar mee met alle posten op oefeningenavond. Dat zijn er bij ons dan 5 in de gemeente. Dus dan zie je het wel en dan spreek je de mensen. Dus die ken ik inmiddels ook wel. En dit maakt toch weer impact. Er zijn geen gewonden, maar dit was echt een grote brand. Ik vind vooral dat vrijwilligers en professionals dit dan zo onder controle weten te krijgen. Ondanks de schade die natuurlijk wel is opgelopen, daar heb ik diep respect voor. Vandaag is de Gelderse fietsvierdaagse van start gegaan. De route loopt ook deels door Overbetuwe en daar is de gemeente maar wat blij mee. Zij zetten namelijk flink in op veilig fietsen voor ouderen. Vanochtend nam ik alvast een kijkje in het dorp Zetten, waar de deelnemers hun eerste stempel konden ophalen. Vandaag is de Gelderse fietsvierdaagse van start gegaan en een van de eerste stops is hier in Zetten, waar mensen een stempel kunnen laten zetten. Naast hap en drankje is er natuurlijk ook even tijd voor een praatje over veilig fietsen. De route van de Gelderse fietstocht voer al vanaf de Veluwe over het pontje bij Wageningen naar de Betuwe. Na de stop in Zetten wordt ook Park Lingenzegen nog aangedaan, waarna er weer teruggefietst wordt naar de Veluwe. Er zijn 3 routes van 25, 40 en 60 kilometer. Wij gaan 60 kilometer fietsen en we zitten op de route van de 60 kilometer. Dus. En die route vinden ze prachtig. We hebben zo mooi door de Bennekom gefietst. En wij komen zelf van de camping uit Otterlo. Daar in die omgeving fietsen we veel. Dus toen las ik dit, dacht ik, dan zien we gelijk ook weer eens een nieuw stukje van Nederland. Vanmorgen zijn we met de regen opgestaan en we dachten, wat moet dat worden vandaag? Maar het is geweldig weer. Het is een beetje winter, maar het gaat fantastisch tot nu toe. En ik denk dat we dat wel volhouden vandaag. En zo niet, dan zijn er op permanente basis ook nog altijd de gloednieuwe doortraproutes. Die de gemeente heeft ontwikkeld om veilig fietsen te stimuleren.
Nou ja, de doortraproute die hebben we samen met de Fietsersbond ontwikkeld. En dan zoeken we juist routes op die makkelijk te vinden zijn, maar ook gewoon veilig zijn. En die ook voorzien zijn van fietspaden. En dan zorgen we ook dat we weinig obstakels bij zitten. Dus voor iedereen eigenlijk te fietsen, of je van 0 tot 100. Maar veilig fietsen begint natuurlijk met goede voorzorgsmaatregelen. Zoals het dragen van een helm. Ja, dat proberen we ook heel erg actief te stimuleren. Hè? Dus dat het helm dragen, dat zie je dat het steeds meer geaccepteerd wordt. Want hier heb ik nog niet één fietser gezien zonder helm. Ja, dat is heel bemoedigend. Maar eigenlijk zouden we willen dat iedereen die op de fiets zit, ook ik, een helm zou dragen. En daar moeten we nog hard aan werken. Hoe zorgt u ervoor dat u veilig fietst? Nou ja, kijk. Ik ben wel eens gevallen van de fiets. Ja, toen dacht ik, ja, nou moet ik toch maar naar een valhelm. Mijn man heeft ook een racefiets, dus die had al een helm. Ik heb ook een spiegeltje op mijn fiets. Dat vind ik ook wel prettig. Maar we denken er wel al langer over. En de actie van doortrappen, die hebben we al vaker meegemaakt onderweg. En dat is een goede actie. En daardoor zijn we ook op het goede spoor gekomen. Het 110 meter lange containerschip Nijmegen Max is woensdagochtend tegen de Willemsbrug in Rotterdam gevaren. Daarbij zijn 5 containers overboord gevallen. Het ging rond 9:15 mis op de Nieuwe Maas, meldt de regionale omroep Rijnmond. Waardoor de schipper op de Willemsbrug botste, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van havenbedrijf Rotterdam geeft aan dat de schipper mogelijk niet goed heeft ingeschat hoe hoog de brug was. 2 Franse schilders versierden de afgelopen dagen etalageruiten en het gemeentehuis in Groesbeek. Het centrum van het dorp is zo een soort stripboek geworden over de bevrijding van de regio. Het kunstenaarsduo Pascal en Geno kwam naar Groesbeek via de stichting Groesbeek Airborne Vrienden, die zich sterk maakt voor de herinnering van de bevrijding van Groesbeek. De 2 beschilderden met financiële steun van de gemeente Bergendal 10 etalages en voorzagen ook het gemeentehuis van schilderingen. Al sinds 1857 is de Zuidmolen een begrip in Groesbeek. Maar de molen had een enorme opknapbeurt nodig. In totaal kost de renovatie zo'n 4 ton. Een flink bedrag dat wordt betaald door subsidies. Een groep van ongeveer 20 mensen is nu elke week bezig om de Zuidmolen weer draaiende te krijgen. Een enorme scheur in de muur, houtrot en vochtige muren. De molen verkeerde in slechte staat. Zo slecht zelfs dat hij dreigde om te vallen. Met geld van subsidies en donaties wordt de molen nu helemaal opgeknapt. Vrijwilligers zijn druk in de weer om de molen te herstellen, zodat deze hopelijk in het voorjaar 2025 weer kan draaien. Het belangrijkste is dat de schoren en de staanbalk vernieuwd werden en opgeknapt werden. Die waren de staatbalk die is van ijzer, dus die moet opnieuw beklonken worden. En de schoren, de kleine en de grote schoren, die moeten helemaal vernieuwd worden. Die waren aan de uiteinden helemaal rot. Dat betekent dat voor een paar jaar de molen helemaal naar voren zou vallen. Want die houden juist de wieken op zijn plaats. De renovatie is al in volle gang en inmiddels is er al flink wat aangepakt. De muren zijn van binnen. De stukelaag is verwijderd. Heel belangrijk omdat de muren erg nat zijn. En van buiten moeten nog ingeboet worden. Dat betekent dat stenen worden uitgehakt en weer opnieuw worden ingemetseld. Dat is eigenlijk het belangrijkste van de hele restauratie. Bij de renovatie komt ook veel schilderwerk kijken. Dit is de achterbaat. Zoals je kunt zien straks op de molen staat anno 1857, dus het bouwjaar van de molen. Die zijn we zelf aan het op en knappen. Ja, hier moeten stukjes hout wat verrot is, wat er wordt vervangen. We moeten het opschilderen en weer netjes die anno 1857, tot de mensen weer kunnen zien het bouwjaar van de molen. Dus. En allemaal in originele kleuren? Ja, dat moet allemaal in groen. De originele kleuren van de molen zijn groen, wit, blauw en rood. De muren zitten vol vocht. En na het strippen van de muren is het nu wachten tot de bakstenen helemaal droog zijn. Pas dan kan een renovatie worden afgerond. We hebben de stuklaag vanaf gehaald. Die muren zijn drijfnat, want je kunt het gewoon zien aan mijn handen. Het rode van de muur blijft aanzitten. En doordat wij ook de buitenmuren aanpakken, proberen we de molen weer droog te krijgen. Dus nu is het eigenlijk wachten tot de muur droogt? Ja, we verwachten dat het zeker nog een jaar duurt. En dan gaan we hem slemmen. Dat betekent dat hier een laag opkomt. Zodat je de stenen nog kunt zien. Even. Dat zal een van de laatste werkzaamheden zijn. En dan hopen we weer te draaien en te malen.
Voor de toekomst zijn er grootse plannen. De molen moet weer ouderwets graan gaan malen. Maar de eerste stap is de wieken weer laten draaien. De hockeyers van de Nijmeegse Mixed Hockey Club, NMHC, maken zich klaar voor hun eerste hoofdklasse-duel sinds 1977. Komende zondag zullen aan de Dalmarisweg in Nijmegen de heren aantreden tegen hockeygrootheid Bloemendaal. Trainer en coach van het team Rob Haantjes kan terugkijken op een goede voorbereiding. Ruim 40 jaar geleden speelden de heren van NMHC voor laatst de hoofdklassewedstrijd. Komende zondag zal daar verandering in komen als ze in Nijmegen spelen tegen Bloemendaal. Het team met de meeste landskampioenschappen. Een pittig potje dus, aldus de coach van Nijmegen, Rob Haantjes. Je kunt er ook echt met heel veel pijn naar huis rijden, omdat je een pak slaag hebt gekregen. Het is een beetje wisselend voor mezelf geweest. Ik vind voor de ploeg, zou ik zeggen, dat dit een van de eerste... Ik zie het meer als een blok. Dus we hebben nu een blok van 5 wedstrijden, waarin we tegen 5 potentiële linkerrijtje kandidaten spelen. Dus ook echte topploegen. Dus ik zie dit als een soort van extended voorbereiding waar je bonuspunten kunt scoren. De Nijmeegse club heeft dit seizoen buiten Nederland boodschappen gedaan. 2 Australische spelers zijn overgevlogen naar de Waalstad om hier op het hoogste niveau te gaan hockeyen. Nijmegen heeft daarom een ervaren speler erbij. Jake Wetten is meervoudig international die afgelopen zomer nog op de Olympische Spelen van Parijs heeft gestaan. Ook Australiër Luca Brown is naar Nijmegen gekomen. De club heeft daarmee een nieuw verdedigend talent in huis. Growing up in Australia, the dream is always to come to Holland eventually and play a season here. So I'm grateful that Nijmegen's given me the chance to do that. Can't wait to play. It's a start of the season for us, a new challenge for this group. And I think this group has set itself some really achievable goals this year. And yeah, we're hoping to get off to a really good start. Up in Bloemendaal, as you say, they're a pretty big team in the hoofdklasse and have some pretty good players. So we'll have to be really good on Sunday. But very, very exciting. Nijmegen had al Australië op de club rondlopen. De ervaren Dylan Wotherspoon is blij om nu 2 landgenoten bij de selectie te hebben. It's really good. I know Jake and Luca for some time now, so to bring them over to Nijmegen is quite special. It's nice to play with some fellow Australians. It's great for them, a great experience for them to come over here and play as well. So I'm looking forward to it. They're looking forward to it. And if I didn't think they would be up for it, I wouldn't have asked them to come join. So it's going to be good to have them here. Of Wetten en Brown zondag al in actie komen, is nog maar de vraag. Eerst moeten er nog een aantal zaken achter de schermen geregeld worden. Ja het voelt heel goed. Alleen ja, voorlopig kunnen we er nog niet zoveel mee. Omdat ze nog niet de nodige papieren hebben. Het voelt goed en we weten wat ze kunnen. Het is even afwachten hoe snel we ze in kunnen zetten. En dan nog het weer. Het zag er vandaag opnieuw niet heel prettig uit, maar er is ook goed nieuws. Het dieptepunt van de week hebben we daarmee wel gehad. Vanavond kunnen er nog een paar stevige buien voorkomen en ook morgen blijft nog een sterk wisselvallige dag bij een graad of 14. De dagen erna blijft het vaker droog en is ook de zon meer te zien. Het kwik stijgt daarbij ook iets naar zo'n 16 à 17 graden. Wie weet kunnen we nog een beetje nazomeren. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 11 september. Kijk voor het meest actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7-app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. En wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan.